Zeg rood kapje. Ga jij rijden? Nee. En oud was de actie? Ja. Een hele goeie. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Pellinga's. Familievloggers. En wij zijn de kidsgeluk.nl uitgenodigd om hier dit weekendje te komen kamperen. Ja, bij het vakantiepark. Bij ja, de twee heren in heel de Achterhoek. Twee bruggen. Of nee, wat is het nog? De twee bruggen. Oh ja, vakantiepark de twee bruggen. In de Achterhoek. Op de grens van Duitsland. En daar is Luxie. En Luan die roept er net al. Maar Luan, wat is er op televisie? Kids op 20. We zijn aan het kamperen, maar we hebben gewoon een tv in de tent. Ja, dat is heel luxe. Lucilla, ga je met mij mee broodjes aan het winkeltje? Ja, als ik eerst even mij aangekleed heb. Okido, kijk vandaag weer gezellig met ons. Nee. Kids op 20. En gaat even invallen. Stephanie is nog op vakantie en hij valt in. Nou, leuk. Lekker geslapen, jongen. Ja, heerlijk. Zal de cowboy er nog tussen staan? Weet ik niet. We gaan het zien. Nou, ik ga me even aankleden en broodjes halen, oké? Yes. En cowboy staat op 10. Zo, Lucilla trekt de schoenen aan, want die gaat papa even helpen. Met Woes en Pip gaan wij het ontbijt halen. En Luan die kijkt bij mama en Luxie lekker kids op 20. En dekken de tafel. Nou, oké, Sil, let's go. Zo, nou, het is toch nog wel weer een mooie blauwe lucht, Lucilla. De meeuwen, ja, ze zijn ook eten aan het zoeken. En kijk eens, het zonnetje is weer daar. Goedemorgen, zon. Papa, we zijn wel de enige die hier lopen. Volgens mij ook, hè. Kom, Bep. Stop, we zitten helemaal in de knoop. Even kijken hoe we binnenkomen, want we moeten dat winkeltje gaan vinden bij de receptie, hè. Is die deur open? Nee, moeten we omlopen, hè. Zo, volgens mij hebben we de buurt super gevonden. Doe je hem daar om dat paaltje, zie je dat? Nee, hier zo, hè. Moet je? Woezel Pip, 1, 2, 3. Tot zo, Woezel Pip. Tot zo. Even wachten. Nou, Lucilla gaat de warme broodjes. Pak maar een mandje voor je ontbijt. Zo, och kijk eens, Lucilla, we krijgen een heel ander mandje mee. Nou, dankjewel. Dit is het ontbijtmandje. Dankjewel. Hé, bedankt hoor. Ik zeg rood kapje, waar ga je heen? Zo alleen. Jij hebt wel hele mooie verse broodjes. Bruggetje, die vissen. Ja, dat klopt. Hele mooie rozen. Kijk, daar is Toemans voor schat. Nou, dan mogen we eens. Wow, kom maar, daar is een vissen. Daar, oranje open. Mooi hè, voorzichtig. Een vet op. Nou hondjes, daar zijn we alweer. Lucilla die haalt de riem er weer af. Met een mandje. Met verse broodjes. Kapje, we gaan hier. Ja, heen, zo alleen. Zo alleen. Nee, dat geen rood kapje. Papa gaat met je mee, hè? Ga naar mama broodjes brengen. In de safari tent, in de safari tent. Dat is rood kapjes, man. Ja, het hadden geen schoentjes. Oh. Donuts, kijk eens. Lekker, hè? Ja, vers gebakken. Nou, aan tafel. Heerlijk, kacheltje aan. Kacheltje aan, ja, een beetje frisjes. Dit is het wel lekker. Heerlijk. Och, kijk eens. Hé, hey, daar is oma Ron weer. Dat Sapsport. Die gaf je de Instagram award, toch? Voor beste Instagrammers. Wij hebben inmiddels de tafel gedekt. Kijk, tadaa. Daar zitten ze lekker aan tafel. En Luxie, wat ben jij aan het doen, Luxie? Luxie is ook eten aan het maken. Heb jij zelf ook een ontbijtje gemaakt? Dan gaat ze al haar ontbijt eten, gaat ze ook op tafel zetten. Wat goed van jou, liefie. Heel goed. Nou, is het lekker, kinderen? Lekkere verse broodjes. Ja, een eitje die zit in de pan. Die moet even laten schikken. Ja, nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Oh, lekker, Lux. Het ziet er lekker uit. Kom je ook eten aan tafel? Echt al eten? Kijk, mooie dopjes, hè? Twee. Nou, gezellig. Drie.
Zo, wij zijn weer opgefrist, aangekleed en hebben lekker geontbeten. Ontbeten. Geen idee of dat een woord was, maar dat maakt niet uit. We hebben heerlijk geslapen in deze safari tent. En jongens, het zou gaan regenen van het weekend. Maar kijk nou toch wat er door de wolken piept. Het zonnetje. Kijk, hier hebben we vannacht geslapen in deze tent. En daar staat de auto en dit was het uitzicht. Of is het uitzicht hier? Heerlijk. Vrij uitzicht over het landschap. En de kinderen die zitten alweer in de auto, want wij gaan er vandaag lekker op uit. Er is hier genoeg te beleven. We gaan naar een avonturenpark, jongens. Kijk, Lucilla die is al aan het stuur. Ga jij rijden? Ja. Oké, en Lux gaat voor. Die wijst de weg. Hè, Lux? Mama! En wie zit er op jouw stoel? Woezel, Pip. En natuurlijk gaan Woezel en Pip mee. Ga je ook mee spelen? Jij op onze Oh, Pip op de... Kijk, Pip is gewoon op de stoel gaan zitten. Op de pop gaan zitten. Zie je dat? Welkom bij recreatiepark Sevinkmolen. Nou, hier moet het zijn, kinderen. Nou, wij zijn hier aangekomen, jongens, bij de molen. En hier buiten heb je een heel spul gebeuren. En daarbinnen... Ja, en Luan zag ook al kippen. Hallo, kippetjes. Deze zijn groot geworden. Ja, hele pluizige kippetjes. Volgens mij zijn dit kuikentjes. Zie je dat? Dit zijn kuikentjes. Die al iets groter zijn, maar nog niet zo groot als ze. Pakken. Schattige Luxie, zie je dat? De kippetjes. Hé, maar kom jongens, we gaan lekker naar binnen toe, want het is winderig vandaag. Ga je mee, Lux? Hé, hey, wie ligt er nou in de kinderwagen? Pop. Heb je pop er neergelegd? Ja. Ik zie. Oké, nou, hier is de ingang. Hier gaan we naar binnen toe. Oeh, jongens, dit is niet een echte hoor. Maar wat is dit? Oeh. Dit noem je wel echt een avontuur. Oh, er zijn trampolines, jongens. Dat ziet er cool uit. Er zit Woezel en Pip snuffelen. Hé, hey, dat zijn de muisjes die hier wonen, denk ik. Zie je dat? Hallo? Zullen we even een foto maken? Gaan jullie er maar tussen staan. 1, 2, 3. Mooi, zegt Luxie. Ah, hier is Luxie niet bang voor, hè? Want die bewegen niet. Vind je die mooi, Lux? Hallo, mevrouw. Oh, kijk, je kunt hier gewoon naar beneden glijden. Oh, jongens, wat leuk. Kijk, dit is even een overzichtje van boven. Naar beneden. En dit is een hele grote boom. Kijk. En daar beneden is een draaimolen. Daar heb je een trampoline. Daarachter zie ik een zandbak. En dit is een hele grote klimboom. En daarachter is een springkussen. En daar is denk ik allemaal voor kleine kinderen van alles te spelen. Een restaurant. Nou joh, er is genoeg te beleven. Kunnen we hier een boekje pakken. En hier kan je zien wat er allemaal te beleven is. Dit is de Achterhoek. En hier zijn wij vandaag aan het spelen. Dat is bij de Sevinkmolen. Ja, ik heb ook nog een hele buiten. En het zonnetje is doorgebroken, jongens. Zo, jongens. Nou, we hebben hier een plekje gevonden. Papa heeft de drone natuurlijk weer mee. Want hij is weer benieuwd hoe het hier van boven uitziet. Ik wil die molen ook van dichtbij vinden. Ja, ja, dat is supermooi. Daar is die molen. Ze vertelden dat de eigenaren hebben het hier gekocht. Zonder dat er wieken op zaten. En alleen maar zo'n molen. En in gedurende de jaren hebben ze de wieken op laten zetten. Zijn ze met een theehuisje begonnen. Uiteindelijk is dit er allemaal omheen gekomen. Dus het is echt een familiebedrijf. Ja, grappig hè? Kijk, hier heb je een zandbak. Lucilla, ben je aan het fietsen? Kijk Lux, volgens mij pas jij er ook wel op. Moet je op deze gaan, dan kan je misschien nog wel bij. Probeer maar. Is er ook een step? Is er ook een step? Kan je erbij? Kan je erbij? Je kan er net... Ja. Oh, hij zit nog net de korte beentjes. Hey, jong. Daar gaat Lucilla. En daar gaat Luan.
vasthouden. Niet loslaten. Oh mama, ik vind... Houd vast, hè. Houd vast. Ben je een prutsen in het vriendinnetje? Hé, waar is je prutsen? Kijk! Ja, mooi! 1, 2, 3! Ik ga, mama! Ja, ga maar! En de tweede gaat dus er dan weer! Oei! Lux is altijd heel amicaal met andere kindjes. Maar dit meisje spreekt volgens mij geen Nederlands. Volgens mij is het een Duits meisje, schatje. Zie je dat? Maar babytaal verstaan ze in alle talen volgens mij. Hé, Luxie? Ja. Ja, is dat jouw vriendinnetje? Ja. Schatjes. Nou, Luxie heeft al een vriendinnetje gemaakt. Maar liefie? Ja. Schatje. Wie staat er op het shirtje dan? Wie zijn dat? Wie zijn dat? Sky and Everest. Sky and Everest, wat kan jij dat goed zeggen? Ja? Sky and Everest, zie je dat, Luxie? Sky and Everest. Mooi hoor. Het gezichtje niet, maar ze is ook niet Nederlands. Mooi, Luxie. Ik vind je die mooi. Die is mooi, zegt Luxie. Mama, ik kan nog een keer. Ja, Lucilla, die kan er geen genoeg van krijgen. Yeah. Het is super schattig. Luxie is echt een kind wat ontzettend makkelijk contact maakt met andere kinderen. Dan gaat ze er naartoe, dan aait ze er, houdt ze vast. En dan in haar babytaal praat ze dan een beetje naar. Ja, dit meisje verstaat überhaupt geen Nederlands. Maar ja, Luxie praat ook niet echt. Ja, ze praat wel, maar het is meer van, hè? Super schattig. Hoe amicaal ze is. Nou, het meisje vond het ook goed. Op je bil en draai dan een rondje als je wil. We oefenen nog één keer. Doe een dansje. Omhoog, je handen in je zij, maak een stap naar links en maak een stap naar rechts. Doe je handen op je hoofd, je handen op je bil en draai dan een rondje als je wil. Thank you.
Zo, Daniel die blijft met de honden even buiten. En de kinderen willen heel graag nu binnen gaan spelen. Want daar is ook genoeg te beleven. We gaan eens even kijken hoe we dan naar beneden komen. Volgens mij hadden we Sil een glijbaan ergens gezien. Sil? Ja, een rode stap. Een rode glijbaan. Hier kun je met de glijbaan naar beneden. Maar ik ga met Luxie met de trap. Want Luxie vindt het vindt de glijbaan nog een beetje spannend, hè, liefie? Ja. Yo. Nou jongens, nou zijn we hier beneden. Wat gaan we allemaal doen? Waar gaan jullie eerst kijken? Hier is een hele afdeling voor Luxie. Zie je dat, Lux? Dat is mooi, liefie. Ja. Je hebt hier allemaal van die kraaltjes. Kan je mee spelen? Volgens mij hebben ze hier een paardje gevonden. Luan heeft muntjes gekregen. Heb je er alleen in gedaan, jongen? Oh, kijk, daar gaat hij al. Luxie, kijk. Dit paardje. Nou, hij gaat wel heel hard, kinderen. Oh, wat heeft Luxie? Dat is mooi, schatje. Een circuit. Zie je dat? Luan heeft muntjes. Dus Luan die kan een muntje in doen. En dan kan je sturen. Doe maar. Nou, daar gaat Lucilla. Goed zo, Sil. Hey, dag Luxie. Dag.
momentje, Luxie. Ga maar op deze. Ja, ga jij achterop? Ja. Oké, okay. Nou gaat Lua met jou mee. Zo, dat ziet er stoer uit. Op de quad, dag! Kijk dan. En daar gaat Lucilla. Goed zo. Ja, kijk. Dat paardje. Goed zo. Nou, lopen jullie ons maar voorbij. Kom maar, doe maar even een inhaalmanoeuvre. Kijk, dan gaan we nu naar Lucilla. Het is wel een wiebelbrug, hè, Lux. Ja, mama goed vasthouden, hè. Het is een klein hangaapje. Hou je mama vast. Een klein koalabeertje. Zie je dat? Ja. Gaan we naar de overkant. Nog één. Nog één? Oh, maar die is nu langer. Dit is een boom. Hebben jullie dat gezien? Ja. We zitten in een boom. Oh, kijk. En dan gaan we weer. Eén langer gaan. Kijk. Luan en Lucilla die gaan weer. We lopen dat door een... Vindt mama zelfs ook een beetje eng? Mijn broer en zus die gaan al heel hard. Zie je dat? Ja. Oeh. Oh, en Lucilla die is er al. Luan. 1, 2. Ja. We zijn er. Oeh jongens, het zweet zit op mijn voorhoofd. Oh, jongens, de kinderen gaan zo snel. Nu ze steeds ouder worden. En Luxie heeft mama nog nodig, liefie. Kom maar. 1, 2. Op 2. Daarboven in die boom, daar liepen we net, Luxie. En Luan en Lucilla. Die hebben een draaimolen gevonden. Goed zo. Zandbak. Het is helemaal niet echt. Oh, dinosaurusbot. Dinosaurusbot? Echt waar? Ze hebben hier dus ook een hele grote indoor zandbak. Waarin de kinderen echt vreselijk vies gaan worden. Maar goed, jongens, er maakt niks uit. Je kunt hier dus ook echt botten. Kijk, botten opgraven. We hebben een echt dinosaurusbot gevonden, jongens. Volgens mij zie ik ook een dinosaurus. Kijk maar, daar staat een dinosaurus. Mama, help even op die auto. Ja, hoe gaan we die eruit?
ontbijt krijgen, Luxie. Hey, ik weet een goed idee. Dan moeten we Woezel vragen. Nou, Woezel mag je niet naar binnen, maar als Woezel dit bot ziet, dan denk ik, oh, kijk dan. Oh, dat is ook leuk. Dat zijn graafmachines. Goed zo, Zel. Goed graaf, meisje. Ja. Kijk dan, een heel groot schildpad hier. Luxie, die heeft daar weer het zand gevonden. Nou, we hebben hier heerlijk gespeeld vandaag. Wat een leuk weer een gezin blij maken. Check even Instagram en doe daarmee met de winactie om hier een lekker dagje te spelen. Ja, ja. En wij hebben weer genoten. Wij hopen jullie ook. Doe je onder de. Duimpjes en de hoofd. Vergeet het naar beneden. Een belletje. We zien jullie morgen weer. Tot morgen. Doei. Dag, Lixie. Volg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee. Dans mee en blijf.